Veel bewoners van Passerwijk klagen over het hoge gras in de wijk. Wij vroegen verantwoordelijk wethouder Melissen naar het beleid. En dat beleid is dat we de uitzichtlocaties, dus de gevaarlijke plekken, dat die worden gemaaid. Zodat je veilig kunt oversteken met de fiets en dergelijke. Dus dan zie je ook dat het gras weg is. En daarnaast is het gras hoog. En dat is met name daar aan de buitenranden, omdat we daar een ecologische groenstructuur hebben. En dat is al sinds het begin van Passerwaai, is die structuur er. En dat is ook niet voor niks ingesteld, omdat de bedoeling was destijds een groene wijk te willen hebben. Waarbij flora en fauna ook tot bloei kan komen. En het is ook erg belangrijk dat bijen bijvoorbeeld kunnen vliegen over al die stroken heen. Omdat ze dan ook naar de fruitteilers kunnen om de bomen te bevruchten. Dus het heeft ook een andere functie. En hetzelfde geldt ook voor vlinders die naar plaatsen moeten kunnen vliegen. Dus is heel bewust gekozen voor een ecologische groenstructuur, zo heet dat. Dat betekent dus dat er niet actief gemaaid wordt. En dat bloemen en gras de kans krijgen om hoog te worden. En ja, laat maar zeggen letterlijk te ontplooien. Maar de gevaarlijke plekken, die worden gemaaid. Als er nog eventueel gevaarlijke plekken over zijn, waar kunnen mensen dat melden? Ja, dan kunnen ze gewoon naar de gemeente bellen, naar de bellen en stelheid en daar melden, er is een gevaarlijke plek. En dan wordt hij beoordeeld, want hij moet dan ook wel echt gevaarlijk zijn. Want dat is natuurlijk ook een verschil van inzicht wat je kunt hebben. Maar op het moment dat door de gemeente die plaats wordt betiteld als inderdaad gevaarlijk, dan wordt hij gemaaid. Want dan valt hij onder dat beleid.